In het Flipje en Streekmuseum in Tiel is van zaterdag 30 juli tot en met zondag 18 september de expositie Talpoezaar te zien. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de Molukse wijk in Tiel die 55 jaar geleden ontstond. In Tiel werd er in 1951 een groep Molukkers gehuisvest die na 10 jaar verhuisde naar de Hertogenwijk. De expositie bestaat uit foto's, straatinterviews en de Molukse klederdracht. Op vrijdag 5 augustus is de officiële opening met een culturele middag met Molukse zang, muziek en dans.